en welkom bij weer een nieuwe video. Super leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik iets voor jullie wat ik nog nooit eerder heb gedaan, namelijk een lookbook. En in dat lookbook laat ik jullie vier verschillende herfstoutfitjes zien. En in die outfits heb ik een aantal trends verwerkt die deze herfst en sommige nog steeds in de winter helemaal hip zijn. Voordat we met de lookbook gaan beginnen, ga ik jullie even het een en ander vertellen over die trends. Dus laten we beginnen. Een van de eerste items die jullie tegen zullen komen in het lookbook is de camel coat. Hij is een beetje lang. De camel coat is niet iets nieuws eigenlijk. Dat is al een aantal jaren helemaal hip. Maar het is echt een absolute must-have voor de herfst en de winter. Ja, ik weet niet, het is gewoon zo'n mooie kleur. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze is van de Topshop, die heb ik vorig jaar gekocht. Ik zal trouwens hieronder in de description box, als ik ze nog kan vinden, de items allemaal linken of een beetje soortgelijke items, et cetera. Dus kijk daar vooral eventjes in. Iets anders wat deze herfst helemaal hip is, is de net panty. Het lijkt misschien een beetje fout, want vroeger was het vooral een beetje ordinair. Maar het hangt gewoon heel erg vanaf hoe je het combineert. Als je een beetje combineert met wat chicere items, dan kan het echt heel erg leuk zijn. En juist een hele interessante twist geven aan je outfit. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Deze heb ik bij de River Island gehaald. Nou, dit laatste zou echt een beetje stom zien, maar in het lookbook kan je het beter zien. En ja, dit is een wat grover exemplaar, maar je hebt ook de wat... fijnere exemplaren, dus maar net wat je voorkeur heeft. En dit is mijn kat Harry. Een andere grote trend op het moment zijn de backless loafers, oftewel loafers zonder achterkantje. Het is misschien een beetje een gekke trend voor in de herfst, maar ja, weet je, trends zijn altijd wereldwijd en niet overal is het zo koud als in Nederland. Dus bijvoorbeeld in LA is dit gewoon perfect nu. Maar het kan ook heus wel in Nederland als het wat een warmere herfstdag is. Zo gebruik ik het. Maar ik denk bovendien ook dat ze heel erg leuk zijn met zo'n net panty of net sokjes. Zijn ook helemaal hip. Dus dat kan nog op de wat koudere dagen. Ik vind ze echt heel erg tof. En nou ja, als ik ze echt niet zo vaak kan dragen, dan is het in ieder geval vast een investering voor mijn spring summer wardrobe van volgend jaar. En iets wat eigenlijk altijd een trend is, is de kooltrui. Ik heb nu een hele leuke aan van de H&M. Dit is een nieuwe, die kostte volgens mij iets van 30 euro. En dit is echt een all-time favorite. Deze heb ik al heel wat jaren, ik weet echt niet meer hoe lang, minstens 3 jaar denk ik. En deze is van Lindex, dat is een Scandinavische winkel die ook een webshop hebben waar je dus vanuit Nederland kan bestellen. En dit was echt een heel goedkope trui, maar ik vind deze zo fijn. Hij is echt heel erg lekker oversized en... ja, ik weet niet, hij zit gewoon heel erg lekker. Hij blijft ook best wel mooi. Dus ja, dit is echt een toppetje. En weer een andere trend is de flared broek. En dan ook nog het liefst een cropped versie. Dit is dus een cropped versie. Oftewel, het is een broek met wijd uitlopende pijpen die ietsje hoger valt. Een beetje hoogwatermodel. Deze heb ik bij de River Island gescoord in de sale voor maar 18 euro. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En ik vind deze heel erg mooi omdat het een beetje zo'n... pantalon is, dus een wat nettere variant. Deze is trouwens ook high-waisted, maar ik draag hem eigenlijk liefst met een langere trui eroverheen. Dus dan zie je dat high-waisted niet eens. Maar ja, ik weet niet, ik vind het net model eigenlijk mooier dan bijvoorbeeld een jeans of een gebreide. En gebreide kan ik zelf ook niet zo goed hebben, omdat ik wat vollere heupen heb. En dan gaan die breisels zo een beetje uitrekken. En dat ziet er niet heel erg charmant uit bij mij. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En dan een combinatie die al een tijdje heel erg in is, maar die deze herfst en winter nog steeds hip zal blijven, is de pyjama trend. Nou is dit niet per se een pyjama als in dat het perfect bij elkaar past, maar het lijkt er wel een beetje op. Je kan het dus zo extreem doen als je zelf wil, oftewel echt dezelfde printjes bij elkaar dragen of iets wat een beetje iets pyjama-achtigs heeft. Dit is een broek met een printje van de Zara. En dit is een zijden blouse van And Other Stories. En ze zijn beide navy blauw. En dat vind ik sowieso echt best wel een nachtelijk kleurtje. Maar ik vind dat echt een hele leuke trend. De pyjama trend zelf, als in echt print op print, vind ik ook heel erg leuk. Maar ook de wat afgeleide trend zoals ik het dus nu heb gecombineerd. Iets anders dat al een tijdje heel erg hip is en wat deze herfst en winter gaat blijven, zijn chokers. Dit setje heb ik van Isabel chokers en dit zijn fluwelen chokers en hier is Harry. Ik vind deze heel erg leuk omdat ze best wel dun zijn. En ik vind het heel leuk detail dat hier aan die onderste een sterretje hangt. Dus je kan ook zelf weten of je gewoon één choker wil dragen of bijvoorbeeld een dubbele set. Of een choker en een gewone ketting. Het is allemaal hartstikke leuk, maar chokers zijn in ieder geval helemaal hip dit seizoen.
En last but not least, de jeans met de gerafelde en oneven pijpen. Dit zie je echt heel veel dit seizoen en ik vind het echt een hartstikke leuk effect. Deze heb ik bij de ASOS of ASOS, whatever, gescoord. En dat waren alle trends die in deze video aan bod gaan komen. Dus without further ado, laten we gaan beginnen met het lookbook.